Beste luisteraars, welkom bij Aan Tafel Met. Deze week heb ik de programmering iets gewijzigd. U leest op internet, heeft misschien gelezen op internet dat het een meditatie van mijzelf zou zijn over de verrijzenis. Die gaan we uitstellen, want vorige week werd ik getroffen door de actualiteit van de kerk in Nederland. En daar wil ik deze aflevering van Aan Tafel Met aandacht aan wijden. Er is namelijk een open brief van een aantal prominente katholieken gericht aan de bisschoppen. En daar wil ik graag een gesprek hebben met twee van de ondertekenaars. Ik heb hier bij mij aan tafel dokter Van den Aardweg en emeritus professor Witteman van de Technische Universiteit Twente. Welkom. Dank u wel. Dank u wel. U bent twee van de ondertekenaars van deze petitie. Hoeveel mensen hebben deze petitie al ondertekend? Dat is een 20-tal. Wij hebben de actie beperkt willen houden. We willen niet een rel ervan maken, om het maar simpel te zeggen. Mm-hmm. Zijn het mensen zoals u uit de academische wereld? Komen er mensen ook nog uit andere kringen? Er zijn academici bij. En priesters en ook mensen die geen titel hebben. We gaan daar naar luisteren. Het wordt zo dadelijk voorgelezen door Sonja Hissink. Kunt u een korte inleiding geven hierover, op deze petitie? Wij dachten dat dit nodig was om de bisschoppen te vragen in de tijd van verwarring die er nu is, de mensen voor te lichten en te geleiden. En dat dit ook nodig is, dat deze behoefte leeft onder de katholieken, maar ook zelfs onder de niet-katholieken. Heeft u al reacties van mensen die misschien niet getekend hebben, maar die wel positief achter deze petitie staan? Ja. Die waren er meerdere. Er zijn verschillende mensen die hadden hem graag willen tekenen, maar die zijn in gedachten nog niet zo ver. Ze zeggen nou, we wachten toch liever af, maar we staan er wel achter. Het is denk ik nodig dat we eerst even nu naar de petitie gaan luisteren. Zoals ik al aankondigde, de petitie wordt voorgelezen door Sonja Hissink en daar gaan we nu naar luisteren. De petitie bestaat uit twee delen, namelijk een inleiding en de petitie zelf. De inleiding. Eminentie, excellenties. De laatste jaren moeten wij verbijsterd constateren dat het Vaticaan onder het pontificaat van Paus Franciscus, met name wat betreft kwesties die de essentie raken van de leer van de kerk over huwelijk en seksualiteit, een weg is ingeslagen die een weg van afbraak moet worden genoemd. Aanvankelijk kon men proberen de dubieuze uitspraken en maatregelen van de paus zelf of van zijn medewerkers te vergoelijken in de verwachting dat de vergissingen of uitglijders van tijdelijke aard zouden zijn en weer zouden worden bijgesteld. Maar nu is dit niet meer vol te houden. Er is te veel dat niet onweersproken mag blijven. Er is te veel verdeeldheid en onzekerheid gecreëerd. We noemen enkele bedenkelijke zaken op. Allereerst de gemanipuleerde rapportage over de bisschoppensynode van 2014. En dan de paragrafen in de encycliek Amoris Laetitia, die een opening maken voor mensen die een geldig huwelijk hebben, maar in een nieuwe relatie leven, om de heilige communie te ontvangen. En waarin ook meteen het beginsel wordt ingevoerd dat wie de wetten van God en van de kerk hierover kent, deze toch niet hoeft na te leven wanneer zijn eigen subjectieve gewetensoordeel dat niet nodig vindt. Verder de weigering van de paus om de juiste opheldering te geven aan de kardinalen die respectvol de bezwaren tegen deze paragrafen hebben voorgelegd in hun zogeheten dubia-geschrift. en het negeren van de ernstige bezwaren van de congregatie voor de geloofsleer hierover. Dan de toestemming van de paus aan de bisschoppen van Argentinië, Duitsland en Malta om de omstreden paragrafen in de onjuiste, dat wil zeggen liberale zin, te hanteren. Verder, de pauselijke eerbewijzen aan radicaal feministische abortusactivisten. Bijvoorbeeld aan de Italiaanse mevrouw Bonino en de Nederlandse Plammen. En dan de benoeming op hoge posten in het Vaticaan van personen die Humane Vitae verwerpen of zelfs pro-abortus zijn. En van functionarissen en een reeks bisschoppen die pleiten voor erkenning van homoseksuele relaties. En dan nog de instelling van een commissie die Humane Vitae zogenaamd opnieuw moet onderzoeken. Het nemen van stappen die kunnen leiden tot opheffing van het priestercelibaat of tot invoering van vrouwelijke diakens. En dan ook de misplaatste Luther-verering. En de ontkenning van de noodzaak om te streven naar de bekering tot de katholieke kerk van protestanten, schismatieken en moslims. En het bagatelliseren van het gevaar van de islam. Het voorstellen van de islam als onschuldige, menslievende religie en het verwaarlozen van de door de islam vervolgde christenen. En als laatste, het uitleveren van de bisschoppen en 60 miljoen gelovigen in China aan de communistische staat. Wat een van de grootste schandalen in de geschiedenis van het Vaticaan dreigt te worden. Deze punten hangen alle met elkaar samen. En de rode draad die er doorheen loopt, is die van het protestantisme en modernisme. We hebben een halve eeuw geleden in Nederland meegemaakt hoe deze dwalingen de eens vitale kerk grotendeels hebben verwoest. Maar nadat onder de vorige pausen een voorzichtig herstel heeft plaatsgevonden, komen dezelfde soort ideeën en beweringen als die van de dissidente theologen en hun volgelingen van de jaren 60... nu tot ons vanuit het Vaticaan zelf. We maken ons daarom geen illusies waartoe dit zal leiden. Nu de eigenlijke petitie. Die bestaat uit 3 verzoeken. Eminentie, excellenties. De priesters en lekengelovigen voor wie u als bisschoppen verantwoordelijkheid draagt, mogen op dit ogenblik van verwarring en onzekerheid met recht een beroep op u doen om hen door een ondubbelzinnige, leergetrouwe stellingname en voorlichting te leiden en te beschermen tegen de dwalingen in leer en praktijk die nu de kans krijgen. Met alle verschuldigd respect verzoeken wij u. Ten eerste, wilt u zich uitspreken voor trouw aan en handhaving van de leerstellige geschriften van de voorgaande pausen, de zalige paus Paulus VI, de heilige Johannes Paulus II en de alom gewaardeerde paus Benedictus XVI... Daarnaast verzoeken wij u, die als bisschoppen de eerst aangewezenen in de kerk bent, die, in navolging van de heilige Paulus, een paus en of andere hoogste gezagsdragers voor ernstige fouten kunt waarschuwen en zo nodig volgens daartoe bestaande procedures kunt corrigeren, verzoeken wij u om u aan te sluiten bij die oprechte en moedige prelaten in de wereldkerk die zich al op de juiste wijze tot de paus hebben gewend. Daarom vragen wij u in de tweede plaats: wilt u zich aansluiten bij het verzoek om de correcte opheldering van de omstreden passages in Amoris Laetitia, zoals aan de paus gericht door de initiatiefnemers van de zogenaamde dubia, de kardinalen Caffara, Burke, Meisner en Brandmüller? Natuurlijk hopen wij dat de bisschoppen en hulpbisschoppen van Nederland eensgezind een dergelijk gebaar zullen maken. Zal dit echter niet gebeuren, dan geldt ons verzoek iedere bisschop en hulpbisschop afzonderlijk, als de verantwoordelijke autoriteit in zijn eigen bisdom. Ten derde vragen wij uw aandacht voor de urgente nood van de kerk in China. Wilt u moeite doen het Vaticaan ervan te weerhouden de kerk over te leveren aan het communistische bewind, tegen de dringende smeekbeden in van hen die werkelijk weten wat dit gaat betekenen? En wilt u kardinaal Zen openlijk ondersteunen? Tot zover deze petitie van 20 ondertekenaars gericht aan de bisschoppen van Nederland. We gaan even pauzeren en komen zo dadelijk terug met wat vragen aan twee van de ondertekenaars. Beste luisteraars, u bent terug bij een aflevering van Aan Tafel Met. Deze keer, zoals u al weet, misschien niet zoals aangekondigd een overweging over de verrijzenis. Daar gaan we even mee wachten. Maar ik zou bijna zeggen ingelast een speciale Aan Tafel Met over de actualiteit. Namelijk een petitie van 20 Nederlandse prominente katholieken, waarin gevraagd wordt om duidelijkheid aan de Nederlandse bisschoppen. U weet, u heeft het al misschien gehoord, ik zit hier aan tafel met dokter Van den Aardweg en emeritus professor Witteman, die beide ondertekenaars zijn en die hierover bereid waren wat vragen te beantwoorden. De luisteraars hebben zojuist geluisterd naar de petitie en de bijgaande brief. Professor, wat zou u antwoorden? U komt niet net kijken in de katholieke kerk. Wat zou u antwoorden wanneer men u verwijt dat dit soort petities, verklaringen, het is natuurlijk niet de eerste keer dat dit soort dingen naar boven komt, dat het te veel het accent legt op de morele kant, de moraaltheologie. De Engelsen zeggen dan heel graag, het is wat judgmental. Onbarmhartig zelfs. Ja. Wat zou u antwoorden als men dit tegenwerpt? In zekere zin heeft men gelijk. Dat wij oordelen inderdaad negatief over de leerstellige liberalisering en secularisering van het beleid van het huidige pontificaat. Bijvoorbeeld zaken als de huwelijksontrouw. Daar kan nooit het subjectieve gewetensoordeel boven de wet van God gesteld worden. Dit is moreel onaanvaardbaar. Als het gaat over Humane Vitae, is liberalisering van de leer en moraal misschien wel populair, omdat het leven schijnbaar gemakkelijker maakt. Maar dat mag nooit gezien worden als barmhartig, want de wil van God is maar eenmaal barmhartig. Of die is nooit onbarmhartig. Je zou ook nog kunnen opmerken dat we mogen nooit uit angst voor het verwijt onbarmhartig te zijn nalaten de gezonde morele waarheden van het christendom te verbreiden. Dat doet ons denken aan de uitspraak van Titus Brandsma, die zegt: wie de wereld voor Christus wil winnen, moet de moed hebben om met de wereld in conflict te komen. Nou, en wij hopen dat deze moed ook bij de bisschop is. En dat willen we met deze petitie aan de bisschop aanbieden. Ja. Een vraag aan dokter Van den Aardweg. Wanneer ik kijk naar wat de paus tot nu toe geschreven heeft, zitten daar toch heel duidelijke afwijzende standpunten ten opzichte van alles wat te maken heeft met die hele genderideologie en ook met laten we het aardig noemen, alternatieve vormen van seksualiteit. Is dat niet al duidelijk geformuleerd in zijn geschriften? Is dat niet al een antwoord op uw petitie? Nou, er zitten in zijn geschriften duidelijke veroordelingen van bijvoorbeeld het homohuwelijk. In een stuk wat hij heeft geschreven in 2010, in Argentinië nog. En ook duidelijke recente stukken, uitspraken en zo tegen de gendertheorie die samenhangt met de hele homo-emancipatie. En daar zelfs uit voortkomt. Dat is waar. En dat is ook op zich natuurlijk heel goed. Dus dan zou je denken, nou, dat is heel mooi. Maar helaas zien we dan iets heel anders tegelijkertijd. En dat is dat hij praktisch, in zijn praktische werk, daar schijnbaar niet veel meer van weet. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Hij heeft al in het begin, in het eerste jaar geloof ik, of tweede jaar van zijn pontificaat, nodigt hij, toen hij in de Verenigde Staten was, in de ambassade van de Verenigde Staten, nodigt hij uit, het ging van hem zelf uit, een oud-leerling van hem, een zekere Grassi, een Argentijn, een man, in de 60 zal hij denk ik wel zijn, die hij zelf heeft opgeleid en begeleid. En die nodigt hij uit samen met zijn recente vriend, dus een homorelatie. En dan hoorden we later in het interview met Grassi dat het allemaal koek en ei is. En dat de paus nooit enig kritiek of laten we zeggen spirituele leiding heeft gegeven in de richting van: dit kan niet volgens de katholieke kerk. Hè? Jij hebt relaties, het waren er veel meer in de loop van wat deze paus allemaal weet. Hij heeft hem dus zelf uitgenodigd. Dus dan vraag je je af, waarom wordt dat zo in de internationale publiciteit gebracht? Dat kan alleen maar zo zijn dat die paus daar een boodschap mee wil geven. Laten we even in het midden laten welke boodschap, maar dat is in ieder geval niet de boodschap die in overeenstemming is met een aantal goede uitspraken over het homohuwelijk. Dat is daarmee in strijd. Een tweede voorbeeld, in 2016 heeft hij ook weer uit eigen initiatief, dus hij wilde die publiciteit, heeft hij laten we zeggen, een echtpaar tussen aanhalingstekens uitgenodigd in het Vaticaan. En dat was ook allemaal weer dus een prachtige bijeenkomst enzovoort. Maar dat zogenaamde echtpaar bestond uit een vrouw die zich toen was ze in het begin van de jaren 20, heeft ze zich zogenaamd laten ombouwen tot man en is dus met een andere vrouw in een huwelijk tussen aanhalingstekentjes getreden. Dit echtpaar heeft op een of andere wijze ooit die paus benaderd, maar hij nodigt ze uit en maakt een gezellig onderonsje en niets van een poging tot bekering of wat ook. Dit is dus weer een gebaar. En dan vraagt iedereen zich natuurlijk af, wat wil hij daarmee? Dat kan niet helemaal goed zijn. Alleen al dat feit van Grassi zou eigenlijk al genoeg hebben moeten zijn voor kardinalen om hem vragen hierover te gaan stellen. En als het ware het naadje van de kous te willen weten. Waarom doet u dit soort dingen? En het is niet de eerste keer. Dit zijn twee voorbeelden. Er is nog een kleine reeks van dergelijke voorbeelden. Punt 2. Hij heeft ook mensen benoemd op hoge functies in het Vaticaan, bijvoorbeeld aartsbisschop Paglia, wat een uiterst merkwaardige man is, die helemaal achter de totale homo-agenda staat. En ik vraag mij af hoe dicht hij zelf niet in de buurt van dit probleem leeft. Omdat het bekend is van deze man dat hij ook weer een gay schilder in zijn kathedraal, een gay porno schilderij heeft laten schilderen. En die wordt dan, deze Paglia, die wordt dan benoemd als hoofd van de nieuwe pauselijke raad voor het gezin. En ter vervanging van de vroegere pauselijke academie voor het leven. He? Dat wordt deze man. Dat is dus heel merkwaardig. En zo zijn er meer. Hè? Zeker Radcliffe, een Engelse. Dat is die duidelijke priester die zich als homo ook etaleert. Die krijgt een belangrijke functie in een andere pauselijke commissie. En verder heb je dan nog een aantal merkwaardige dingen. Om te beginnen de formulering in Amoris Laetitia, die een opening geeft, als je dat goed leest, voor een zekere erkenning van homorelaties. Verder het benoemen van bisschoppen over de hele wereld. Er is een hele rij nu al door deze paus benoemd en zelfs kardinalen, van mensen die zich al sinds jaar en dag hebben uitgesproken voor het legaliseren een bepaalde vorm van homorelaties. Nou, dit zijn natuurlijk allemaal regelrechte aanvallen op de moraal van de kerk. En ook niet alleen van de kerk, maar ook op de universele menselijke moraal. Waarom doet die paus dat? Dan kan hij wel een paar mooie dingen schrijven, maar kijk naar zijn daden. Wat betekent dat? Zeer kort geleden met de Franse priester Douygu, die een relatie of een onderhoud met de paus heeft gehad, en waarin de paus hem heeft gevraagd of hij wel inzegeningen doet of wat ook van homorelaties. En deze man die doet dat namelijk. En de paus die heeft hem daarin bemoedigd. Douygu heeft dat kort geleden uitgebreid uit de doeken gedaan. Dit zijn wel zeer ernstige dingen die ons verontrusten. En wij zeggen hier gaan oranje knipperlichten branden, hè? Zo niet is het misschien zelfs niet een rood licht wat hier moet gaan branden. We weten, in de oude catechismus, weten zeker de oudere mensen nog, zelfs een enkele misstap op het gebied van een homoseksuele relatie, toch werd het contact op zich al in de oude catechismus genoemd een hele ernstige zonde. Het was zelfs een van de vier grote zonden die ten hemel schreien. Wraakroepende zonde werd het genoemd. Hè. De eerste was moord en de tweede die was de arbeiders hun loon niet, of de armen onderdrukken. En de derde was de arbeiders hun loon niet geven waar ze recht op hebben. En de vierde, wraakroepende zonde, dat was de zonde van homoseksualiteit. De zonde van Sodom. En als we dit even tegen elkaar zetten, dan zeggen we, met welke paus hebben wij te maken? Wij kunnen onze kop niet in het zand steken, als het ware. Wij moeten ons verstand hier gebruiken. Dus wat voor politiek zit hierachter? Ik constateer een gespletenheid. Ik vind een gespletenheid in de politiek van de paus. Hij heeft twee agenda's kennelijk. Hij zegt dit of schrijft dit en doet dat. En waarom? Daar gaan we niet op in. We willen de bisschoppen nu vragen dat ze hier duidelijke stellingen nemen. Dat is alles, want de mensen hebben recht op opheldering. Dank u wel, dokter. We gaan even pauzeren. U luistert, beste luisteraars, naar een enigszins geïmproviseerde aflevering van Aan Tafel Met, naar aanleiding van de actualiteit, namelijk naar aanleiding van een petitie van 20 prominente katholieken gericht aan de bisschoppen van Nederland. Er zijn nog wat vragen die ik erover zou willen stellen, maar dat gaan we dan doen na de pauze. Welkom terug, beste luisteraars, bij Aan Tafel Met. Aan Tafel Met dokter Van den Aardweg en professor Witteman. Naar aanleiding van de petitie die een paar dagen geleden openbaar is geworden, gericht aan de bisschoppen van Nederland. Dus een hele actuele Aan Tafel Met deze keer. Dokter Van den Aardweg, ik wilde aan u de vraag stellen. In alles wat er op het ogenblik gaande is rond dit pausschap wordt vaak de Tweede Vaticaans Concilie betrokken. Voor sommigen die zeggen, ja, deze paus gaat eindelijk het Tweede Vaticaans Concilie tot het uiterste in praktijk brengen. De anderen zeggen, daar moet je het helemaal los van zien. Het Vaticaan is goed, maar deze paus weet niet hoe hij het moet interpreteren. Anderen zeggen weer, kijk maar wat er van komt van het Tweede Vaticaans Concilie. Dan krijg je een paus waar je het niet mee eens bent. Of die er een potje van maakt voor sommige commentatoren. Dus er is heel wat verwarring. Hè? Het verband tussen het Tweede Vaticaans Concilie en dit pausschap wordt gemaakt eigenlijk. En dat verband wordt gelegd door zowel pessimisten als optimisten. Enthousiastelingen over deze paus of critici. Ja, hoe is dit, als ik dit kijk in het perspectief van deze petitie aan de bisschoppen, wat moet ik ervan denken? Ja, ik denk zelf dat het eigenlijk weinig nieuws is wat we meemaken, maar dat het een herleving is van het modernisme en de liberalisering, de liberaliseringspogingen die door grote, belangrijke groepen, ook prelaten en vooral ook wat achter sommige prelaten zat, theologen enzovoort, tijdens het Tweede Vaticaans Concilie is geprobeerd. Er zijn veel studies gemaakt over het Tweede Vaticaans Concilie die stellen dat er in de documenten van dit concilie zeer veel ambiguë, dus dubbelzinnige dingen zijn geschreven. Dingen die je eigenlijk naar twee kanten zou kunnen uitleggen. Die je modernistisch kunt uitleggen, maar ook orthodox. En dat de bedoeling, dat men dus een soort compromis daarvan heeft gemaakt om de eenheid in de kerk te bewaren. Maar dat dus, en daarna, na het Tweede Vaticaans Concilie, zijn deze documenten door de pausen die we toen kregen in orthodoxe zin allemaal gebruikt en uitgelegd. Maar dat wil niet zeggen dat het modernisme, wat daar heel sterk in was, en vooral ook door Europese prelaten is gepusht, dat moeten we niet vergeten. Heel veel juist Europeanen waren modernistisch en zijn het nog, prelaten. Dat wil dus niet zeggen dat die zijn verdwenen, maar die hebben als het ware, zeg maar, een andere gelegenheid afgewacht. En nu zien we een soort revival daarvan. Vandaar dat wij hier in Nederland en in Duitsland kunnen zien dat wat we nu horen en wat we meemaken, dat we dit al hebben gehad in de jaren 60. Vooral na en tijdens het concilie. Dus de ambiguïteiten in de documenten. Maar als we de documenten goed uitleggen, dan is het Tweede Vaticaans Concilie een heel goed concilie geweest. Als je dat zo wil zien. Behalve dat iemand terecht kan zeggen, het is toch wel jammer dat ze sommige teksten zo hebben opgesteld dat die toch nog de mogelijkheid gaven in de toekomst om verkeerd, niet-orthodox, te worden uitgelegd. Ja. Ja, van het Tweede Vaticaans Concilie wil ik dan eigenlijk een heel grote stap maken naar China. Ja, er is nogal veel te doen, dat komt ook in uw petitie voor. Veel te doen rond de katholieke kerk in China. Er is een nieuw akkoord tussen het Vaticaan en Peking gesloten. Daar zijn veel kanttekeningen bij gemaakt. Wat is er precies aan de hand met dat nieuwe akkoord tussen Peking en het Vaticaan? Ik weet niet of er al een oud akkoord was überhaupt. De vergelijking wordt soms getrokken met de Oostpolitiek onder Paulus VI met Moskou, wat dus geen enkel positief gevolg eigenlijk heeft gehad. Kunnen we naderhand wel zeggen. En zelfs een verband wordt er gelegd met de appeasement onder de minister-president van Engeland, Chamberlain. De appeasement voor de oorlog, die, als het iets tot gevolg heeft gehad, is het de Tweede Wereldoorlog wat dichterbij brengen. Wat is er precies aan de hand met de relaties tussen het Vaticaan en de regering in China? En waarom moeten we ons daar zo zorgen om maken? Nou, voor zover ik het weet, heeft het Vaticaan tot voor enkele jaren, dus laten we maar zeggen tot en met onder paus Benedictus XVI, geen akkoord met China gesloten. Ze hebben geprobeerd te onderhandelen, maar men heeft altijd vastgehouden hieraan dat de kerk, de katholieke kerk, dus de paus, die zou uiteindelijk de bisschoppen benoemen, hè, voor de katholieken in China. Maar in China zijn eigenlijk twee kerken. Er is een grote ondergrondse katholieke kerk, die wil niets, daar willen de katholieken in principe vrij zijn. En daarom is die ondergronds. En er is een staatskerk. Ik geloof dat dat de patriotische vereniging, katholieke patriotische vereniging heet of iets dergelijks. Maar in ieder geval, het is een instrument van de communistische regering. Daar zit niets in wat Rome kan beïnvloeden. En nu gaat het erom, op dit moment, dat het Vaticaan op het punt schijnt te zijn, en dat moet je wel aannemen, want daar zijn wel heel veel aanwijzingen voor langzamerhand, om een grote concessie aan de communisten te doen. Namelijk dat zij bisschoppen kunnen gaan aanstellen. En niet Rome, niet de paus. En dat is dan dat dan de echte katholieke kerk moet gaan worden. Met andere woorden, de katholieke kerk levert zich uit aan het communistische bewind. En de prelaten die daarvoor zijn, die, ik denk dat je dat rustig wel zo moet zeggen, die maken zich wijs, of ze hopen, dat dit zal leiden tot concessies van de communisten, want de echte katholieken, die dus ondergronds zijn, en de echte bisschoppen, de vele bisschoppen die ook ondergronds zijn, die worden al sinds jaar en dag gewoon vervolgd. En dan hoopt men door deze worst, als het ware, voor te houden en te geven, dat dat versoepeling van de behandeling van de katholieken zal geven. Maar iedereen die daar echt iets van weet, de werkelijke bisschoppen van China, en met name natuurlijk kardinaal Zen, die de vervolging kennen en zelf ook hebben meegemaakt en meemaken, die weten dat het communistische bewind juist in tegendeel, door elke concessie die je doet, meer macht gaat krijgen en een hardere vervolging van de katholieken gaat beginnen. We weten nu bijvoorbeeld dat Xi, de huidige dictator van China, dat hij onbewimpeld heeft verklaard dat er geen enkele buitenlandse macht geloofsgroeperingen zal kunnen leiden of beïnvloeden. Dat allemaal onderdelen horen te zijn van de Chinese staat. En dat gaat hij zeker ook doen. Er zijn vanaf februari, hebben we gehoord, ook al verboden in China uitgevaardigd dat priesters van de ondergrondse kerk, zeg maar, dat die missen mogen lezen. Dus wordt zo'n priester of worden gelovigen gepakt, dan is dat niet goed voor ze. Veel katholieken verdwijnen in kampen enzovoort. Bisschoppen die worden voortdurend gemolesteerd. Dus het is eenvoudigweg het toppunt van naïviteit om te denken dat als je nu hen bisschoppen laat benoemen en zelfs erin toestaat dat bestaande bisschoppen moeten terugtrekken, dan leven we je over en wij weten hoe communisten zijn. Dat weten kennelijk dan niet prelaten in Rome. Ik zal u één voorbeeld geven. De prelaat Sorondo, heet hij, Sanchez Sorondo, is misschien één keer in China op bezoek geweest. En u weet hoe dat gaat. Dat zijn dan niet nare bezoeken, maar dat zal dan best wel een gezellig. En hij is natuurlijk allemaal mooie verhalen gehoord. De man heeft het bestaan om te beweren na dat bezoek dat China een voorbeeld is voor hoe de sociale leer van de katholieke kerk in praktijk gebracht moet worden. Nu moet je weten, de afschuwelijke tirannie waaronder elke Chinees leeft, elke stap wordt gecontroleerd. Er is geen enkele vrijheid. Lees dan eerst eens wat bijvoorbeeld die blinde Chang, hè, die toen naar de Amerikaanse ambassade is gevlucht en van daaruit naar Amerika, wat hij erover zegt. Die zegt, als het ware, deze mensen die zo praten, die staan gewoon volstrekt buiten de werkelijkheid. En ik moet u zeggen, dit soort prelaten zijn er altijd geweest. Katholieken, protestanten, ook protestanten geestelijken, die altijd, ja, dan denken ze, als wij lief zijn en wij praten mooi enzovoort, en de ander praat ook mooi, nou dan is het toch mogelijk, hè, dat we de vijandigheid verminderen. Ze kennen niet de kracht en de duivelse invloed van het communisme. Ze geloven daar niet eens in, maar ze zijn zo naïef dat ze elk mooi verhaaltje, dat rappen ze in. Dat is al begonnen in de jaren 20, toen Lenin in de grote problemen zat. Toen hij een korte periode westerse prelaten, onder andere, Rusland binnenliet. Een paar kerken werden geopend. Tevoren werden natuurlijk alle kerken tegen de grond gegooid en verbrand enzovoort. Hè. Ja, het is toch zo, hij is nu toch bezig en hij is er toch wel een beetje meer liberaal aan het worden. En nee, nu moeten we hem wel geld geven en we moeten hem juist steunen, want anders komen de linkse communistische krachten weer terug enzovoort. Kijk, dit soort verhalen, we weten hoe dat gegaan is na de jaren 20. Kerken al ineens gesloten en voor hem was het een mooie aangelegenheid, want hij had meteen gezien wie nog allemaal orthodox of kerks was en die konden toen bij hun kraag gepakt worden. Jaren 20. We hebben het ook gezien, de Oostpolitiek van Casaroli destijds, hè, bij, onder Paulus VI, vooral het begin van zijn regime. Ze zijn er volkomen ingelopen, maar erger dan dat, want in diezelfde tijd waren er dus ook al in het Vaticaan kardinalen die agenten waren van de KGB. Dus als je dit allemaal nagaat, dan zeg je, wat is er dan nu aan de hand? Is het alleen naïviteit? Dan is het wel zo'n verschrikkelijke naïviteit dat zo iemand meteen uit zo'n post gezet moet worden. Dat vind ik sowieso eigenlijk, als je eerlijk bent. Maar wat doen wij nu? We gaan zeggen, ja, we moeten er toch naar meepraten enzovoort. Wij hier kunnen iets voor de Chinezen doen. Wij moeten dus achter die kardinaal Zen gaan staan. En als de bisschoppen daar nog te weinig van weten, laten ze dan contact met zo'n man opnemen. Hè? Laten ze dan dit onderzoeken. Wij zijn nog vrij. Wij kunnen iets doen voor de mensen die daar onderdrukt worden en vervolgd. En dat gaat nog veel erger worden. Wij moeten ook zorgen dat de katholieke kerk daar niet aan meedoet. Want het zou een ongelooflijk schandaal gaan worden. Eenvoudig en duidelijk. Nou, ik heb de vraag gesteld omdat het op zich natuurlijk in een petitie die vooral gaat over onze lokale kerk, lokale katholieken, valt het op dat er ineens één onderdeel gaat over niet de universele kerk, niet de Nederlandse kerk, maar de kerk van een ander land. Maar blij dat u er toch even een commentaar op levert. Ik meen ook dat de laatste paar weken er zeer veel antichristelijke wetten zijn aangenomen in China, juist na die zogenaamde handdruk van het Vaticaan. Dat klopt, het is al meteen te zien. Maar wat ik ook zei, hè, dus de woordvoerders van Xi, die zijn al zeer duidelijk. Hè? Nou, waarom gelooft men die dan niet? En waarom studeren deze mensen? Ik weet niet hoe oud die prelaten zijn die dit soort onderhandelingen doen. Hebben zij ooit echt het communisme meegemaakt? He? Wij zijn wat ouder. Wij weten wel zo'n beetje wat het communisme is. Maar de jongere generatie, die weet er misschien heel weinig meer van. Sanchez Sorondo, die heeft wel 4 doctoraten of 5 doctoraten, geloof ik. Dus. Maar u weet dat heel veel intellectuelen zijn naïver dan de groenteboer die gewoon elke dag naar de veiling gaat en zijn aardappelen helaas wel. En zijn dingen koopt. En, hè, die staat vaak meer met zijn benen op de grond dan deze mensen die in de ivoren torentjes leven en misschien ook een vrij makkelijk leventje hebben gehad altijd. Maar ze zijn in ieder geval nooit vervolgd door de communisten. Professor Witteman, ik heb nog een vraag voor u. Ja. Als afsluiting van deze aflevering. In hoeverre zijn er al in andere landen, in andere bisdommen, soortgelijke initiatieven geweest? Dat wil zeggen petities, open brieven aan eigen autoriteiten, misschien ook aan de pauselijke autoriteit. U staat niet alleen, geloof ik. Nee, dus u bent niet de eerste. Nee, dat zijn we zeker niet. Er waren al verschillende initiatieven en daar hebben wij ook kennis van genomen. Wat al heel belangrijk is, dat is al van enige tijd geleden, dat waren de Dubia-kardinalen, waar we net al over gesproken hebben. Dat waren de prominente kardinalen Caffara, Burke, Meisner en Brandmüller. Zij hebben de paus gewezen op de foute beginselen die er staan in Amoris Laetitia. Deze prelaten die staan eigenlijk alleen. Ze hebben geen antwoord gekregen van de paus. Maar het is inmiddels wel bekend dat meerdere kardinalen en bisschoppen zich al hebben aangesloten bij dit protest of bij dit verzoek van deze kardinalen. Nou, vervolgens is het opgevallen dat er waren 12 kardinalen en aartsbisschoppen. Die hebben de paus verzocht om de gemanipuleerde interimrapportage van de bisschopssynode uit 2014, om die ongedaan te maken. Dat was natuurlijk heel pijnlijk in die tijd, maar ook daar is geen reactie van de paus op gekomen. Maar dat is wel in de publiciteit. Nou, en dan is bekend dat bisschoppen uit Kazachstan, die hebben een verklaring of petitie opgesteld om de dwalingen van het huidige pontificaat tegen te gaan. En nog niet zo heel lang geleden hebben we kennis genomen dat er in Polen een actie is geweest van 140.000 katholieken. Die hebben de bisschoppen daar ook een petitie aangeboden, waarin verzocht wordt om de dwalingen van Amoris Laetitia om die te herzien. En dan hebben we nog, zijn er nog open brieven van een zekere meneer Brugger. En die is ook in de publiciteit gekomen. En die maakt ook melding van het feit dat er de nodige dwalingen in het Vaticaan zijn. En dat we daarvoor heel veel onbegrip staan. Dus de reacties wereldwijd, ik zou zeggen, die nemen toe. Er zijn steeds meer mensen die worden alert. En die menen dat er toch iets gedaan moet worden. Dat er grote verwarring is. En iedereen voelt aan dat de prelaten en de bisschoppen toch de eerste zijn om aan de bel te trekken. Ja, ja. Hartelijk dank voor dit interview. Wij vieren vandaag, bij uitzondering vanwege de paastijd en de data die zo vielen, vieren wij vandaag, 9 april 2018, vieren wij de aankondiging van de Heer. Een hele ongewone datum. En dat is ook een van de redenen waarom ik heb besloten om aandacht te besteden, niet aan mijn eigen meditaties, maar aan de actualiteit. Want zou ik mogen zeggen dat deze petitie eigenlijk vooral een vraag om licht is? Is dat een mooie manier om af te sluiten? Ja, zeker, Mullering. Ja, heel goed. Ja. Nou, dan dank ik u nogmaals voor het interview en ik hoop dat we dat licht ook inderdaad zullen krijgen. Dank u wel. Dank u wel voor de aandacht die u eraan hebt willen besteden. Hè? En ik hoop dat veel mensen ook daarover kunnen nadenken. Hè? Want wij zijn zo duidelijk mogelijk, dat moet je in een radio-uitzending natuurlijk doen. We draaien er niet omheen. En we hopen dat de bisschoppen vooral ook zien dat zij hier werkelijk iets heel goeds kunnen doen.